Nijmegen herdenkt het bombardement, lichtjes markeren brandgrens voor wandeling en carnaval is voorbij, dus tijd voor haringhappen. Deze woensdag is het precies 79 jaar geleden dat de binnenstad van Nijmegen compleet werd verwoest door een bombardement. 800 mensen kwamen om en duizenden raakten gewond. Bij het monument de Schommel, bij de ingang van het stadhuis aan de Mariekenstraat, werd vanmiddag de jaarlijkse herdenking gehouden. Vandaag herdenken wij dat Nijmegen, 79 jaar geleden, op 22 februari 1944, werd opgeschrikt door een zwaar bombardement op de binnenstad. En het is goed dat we dit vandaag, na ruim 2 jaar, 3 jaar eigenlijk, weer samen kunnen delen. Het was wederom heel waardig en natuurlijk ook vooral heel erg mooi dat we na 2 jaar met eigenlijk nauwelijks mensen, stond ik bijna alleen hier met een cameraman, tot weer met zoveel mensen verzameld kunnen zijn op deze toch voor Nijmegen hele belangrijke dag. Het herinnert aan een inktzwarte periode voor onze stad, maar ja, het is ook een herdenking 79 jaar na dato waarbij we stil kunnen staan voor alles wat sindsdien gebeurd is. Beste mensen, herdenken gaat in mijn beleving niet alleen over data en feiten in geschiedenisboeken. Die data en feiten die krijgen namelijk pas betekenis als we weten hoe mensen deze gebeurtenis hebben beleefd. En 22 februari 1944 leek op een dag als vandaag. Ook toen was de stad, ondanks de oorlogstijd, in de sfeer van het carnaval. Het was toen carnavalsdinsdag. En Nijmegenaren, zoals u en ik, waren die dag aan het werk, moesten naar school, zaten op de fiets, deden boodschappen of het huishouden. En opeens vielen de bommen. Het leven van alle dag hield zomaar op te bestaan. Bijna 800 mensen verloren het leven en vele duizenden raakten gewond. En die gewonden, samen met alle andere overlevenden, droegen een zware en zwarte herinnering mee voor de rest van hun leven. We moeten natuurlijk beseffen dat voor ons Nijmegenaren en zeker degenen die familie of bekenden hebben gehad die getroffen zijn door bombardementen, dat natuurlijk lang geleden is dat er een heleboel mensen in de stad wonen. Ja, die hebben ook hun eigen geschiedenis, hun eigen oorlogsgeschiedenis ook achter de rug. Er wonen heel veel mensen uit Syrië, uit Jemen en Oekraïne nu in onze stad. En mijn oproep is, zij zijn ook burgers van onze stad. Zij hebben hun eigen oorlogsherinnering en die is net zo erg als onze oorlogsherinnering. Dat moeten we samen ook ook delen. En volgend jaar is het 80 jaar geleden. Dus, heeft u al plannen voor hoe de herdenking er in dat jaar uit gaat zien? Nou, daar zijn we natuurlijk wel al over denken. Kijk, we zullen altijd blijven stilstaan op het moment zelf, zoals we vandaag ook doen. Maar ik moet zeggen, ik vind de herdenking, hoe groot of hoe klein we hem ook houden, altijd waardevol. Of we hier nou met 100 mensen staan of met 1000 mensen staan, dat is een betekenis op zich. En dat is al de moeite waard om te blijven doen. Dit jaar, volgend jaar en hopelijk nog heel veel tientallen jaren daarna. Dinsdagavond werd er ook al even stilgestaan bij het bombardement. Deze keer specifiek bij de grens van de brandhaard die het bombardement heeft veroorzaakt. Langs deze grens kon een wandeling worden gemaakt en op verschillende abris was aanvullende informatie te vinden. Daarnaast was er een speciaal herdenkingsprogramma in zowel de Molenstraatkerk als de Stevenskerk. Het bombardement heeft een gat geslagen. Nijmegen werd toen in het hart geraakt. 800 mensen. Ik laat even weer, toch weer elke keer binnendringen. De brandgrens van het bombardement is op permanente basis gemarkeerd met zilveren schijven op de grond. Maar speciaal voor vanavond staat op elke schijf ook nog een kaarsje. Het laat in één oogopslag zien hoe deze grens dwars door het centrum loopt en dus hoe destructief het bombardement is geweest. Vanaf de Grote Markt gaat het naar de Stikke Hezelstraat, naar beneden naar de Ganzenheuvel, via de Karmel, Doddendaal naar de Bloemerstraat. Bloemerstraat gaat het over Plein 44 richting de Mariekenstraat. Mariekenstraat omhoog naar de Burgstraat en via de Burgstraat komt het achter de blokken langs terug in de Broerstraat en dan is het weer terug op de Grote Markt. 800 plaatjes met daarop de namen van de mensen die zijn omgekomen tijdens het bombardement op Nijmegen, uitgelicht met een kaarsje als een lichtslang door de binnenstad. Het is een indrukwekkend gezicht, zo merken ook voorbijgangers. Ja, heel mooi. is mooi verlicht, bijzonder. We vroegen het ons net af, maar ik herken wel die plaatjes die eronder zitten. Dus ik neem aan dat er iets te herdenken is. Ik vind ze enorm indrukwekkend. Komt u daarvoor ook speciaal kijken? Nou, niet alleen voor de lichtjes, maar ik wist wel dat vanavond die herdenking was. Dus ik kom net even uit de Stevenskerk. En, hoe was dat? Ook indrukwekkend. Best veel mensen, vond ik. Volgens De Wit is het belangrijk om ook bij deze gebeurtenis weer even stil te staan. Omdat het een herinnering is aan de meest traumatische gebeurtenis van Nijmegen in de 20e eeuw. En dat ook in deze tijd wordt het wel weer duidelijk dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. En over voorzichtig zijn gesproken. Ik was bijna overheen gefietst, dus... Dat zeg ik net. Het mag ook een iets groter lantaarntje zijn dan zo'n klein dingetje. Dus een tip voor volgend jaar? Ja, precies. Maak er mooi iets met een voetje van of een echt vuurtje, een fakkeltje of zo. Ja. Zometeen in het RN7 regionieuws. De carnaval is achter de rug en de tijd van vasten is begonnen. Traditiegetrouw heeft dat iets met haring te maken. Zometeen meer. Donderdag is het 42 jaar geleden dat in Nijmegen de krakersrellen plaatsvonden, beter bekend als de Piersonrellen. Krakers uit het hele land verzamelden zich in de vroege ochtend van 23 februari 1981 in de leegstaande woningen van de Nijmeegse Piersonstraat. Dit om sloop van de panden te voorkomen. Een confrontatie met de politie liep vervolgens compleet uit de hand. Aan het begin van de karregas, waar destijds de Piersonstraat lag, staat een monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenis. Carnaval is achter de rug en de tijd van vasten is begonnen. Traditiegetrouw begint de 40 dagen vastentijd voor katholieken op Aswoensdag met haringhappen. CDA Nick Bakker doet volgende maand mee met de Provinciale Statenverkiezing en trapte zijn verkiezingscampagne af op Aswoensdag. Samen met Ilse Bruls, inderdaad de vrouw van, deelde hij haringen uit in de Nijmeegse verzorgingshuizen. Even kijken, wie had er hier verder nog een haringje gewild? Wilt u een uitje bij? Ja, uitje, ja. Zegt u stop? Door sprenkelen? Ja, ja. Hoe ben je op het idee gekomen om haring rond te brengen in een verzorgingshuis? Nou, eigenlijk is dit niet mijn idee. Dit is eigenlijk het idee van CDA Nijmegen. En zij doen het dus al enkele jaren. En nu in het kader van de verkiezingen willen we eigenlijk ook wat dingen samen doen. Natuurlijk met de andere regionale afdelingen. En zo zijn wij op het idee gekomen om ook CDA Bergendal hierin te betrekken. Ik hou helemaal niet van haring. Nee, heel eerlijk, nee. Maar lust u nog een haring? U ook? U ook? Nou, hij smaakt heerlijk. Hij komt uit Spakenburg. Gisteren vers gehaald, dus beter kan het niet. Wilt u daar uitjes bij? Ja, je moet er echt van houden. Daar spreken ook heel veel mensen over nu. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen houden er niet van. Ja, en dat is zelfs prachtig eigenlijk, dat je die keuze hebt. Ja. Hoe smaakt de haring? Prima, prima. Echt heel lekker. Ja. Met uitjes erbij? Ja, met uitjes heb ik altijd. Deze is heel lekker, meestal eet ik ze niet. Gaat u nu ook op het CDA stemmen door deze actie? Ja, ik denk het wel, ja. Nou goed, ik heb er niet over nagedacht, maar waarom niet? Ja, we hopen gewoon dat er zoveel mogelijk mensen natuurlijk weer op het CDA gaan stemmen. Maar het is niet zo dat we nu mensen omkopen met een haringje. Dus het is wel wat we gewoon willen blijven doen. Ja, nu moet ik als verslaggever natuurlijk zelf ook even proeven. Ja, zeker. Kijk, dit hebben we vers gesneden vanochtend. Dankjewel. Hier kijken ze maar goed. Het is misschien toepasselijk dat het weerbeeld op Aswoensdag ook asgrauw is, maar vrolijk word je er niet van. De zon liet zich gelukkig nog even zien vandaag, maar het grootste deel van de dag was het behoorlijk grijs. Heel veel beter gaat het de komende dagen nog niet worden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon, wolken en wat buien. Volop wisselvalligheid dus. In de avond verdwijnen de buien en zal het weer wat opklaren. De temperatuur komt uit op een graad of 10. Die temperatuur zakt de dagen erna weer wat verder terug tot een graad of 6 à 7. De wisselvalligheid blijft nog even, maar neemt langzaam iets af. In de nachten kunnen we richting het weekend misschien weer met een graadje vorst te maken krijgen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste films die nu in de bios draaien. En wij zijn morgen weer bij je terug. Graag tot dan.